Oké, zo goed beginnen. Kannetje. Wordt ze op elkaar. Als je dan aardbeien hebt schoongemaakt, dan kan je het hierin doen. Of goed schoonmaken. En dan bord je erop. En dan kan je het uit laten lekken. Of de druiven, of wat dan ook. En die was 2,99, 1,99, 2,99. Kan ik niet goed zien op de bon. En bij de Hema heb ik weer inkt gekocht. En die was 1,99. Deze is bij Kruidvat geweest. Zit al in een schaaltje. Deze suikervrij. En die kostte 2,29. Dan heb ik deze paracetamol meegenomen. Van het Kruidvat. En die was 1,39. En die andere zijn iets duurder. Dus. En hier zitten er maar 50 tabletten in. Dat was namelijk niet de bedoeling. Maar kon je zo geen klun zijn als er geen klun zal zijn? Dus die 3,5. Daar had er maar eentje zien, dus. En twee tandpasta. En die was, even kijken, 1 plus 1, 2,89. En die was in de aanbieding, zeg ik er even bij. En 2,89 kortje. Dit was 2 plus 2, normaal 5,49, jongens. 5,50 euro. Voor 150 milliliter. Waar praat je over? Nog veel minder als normaal. Maar ja, dan heb je wel 10,98 euro korting. Dus die waren ook in de aanbieding. En dan heb ik me schuldig gemaakt aan deze zak. Ja. Er zitten 3 kleuren, 4 kleuren in. Er zit een geel in. Er zit een witte in. Er zit een bruine in. En er zit een donkergeel in. Loopt het? 1, 2, 3, 4. Ja. Dus die. Maar niet voor mij. Abonnee. En daar heb ik ook oogschelduwtjes. Spieslim. Die kwam ik bij zo vrouwtje tegen. Ik zocht ze al een hele tijd en ik kon ze niet vinden. Ik heb in ieder geval 030 Galaxy Lights, 010 Moonlight Glow en 020 Supernova. Dus, oh. Ah. Die, en die waren 3,99 per stuk. Dat was de shopper. Dus ik zou zeggen, duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje.